Iedereen wil het wel, een summer body. Maar een summer body is niet heel makkelijk te krijgen en krijg je ook niet heel snel. En ik dacht, laat ik er gewoon een, je krijgt in 24 uur. Het enige probleem, verschillende YouTubers hadden er niet erg veel vertrouwen in. Je gaat nooit in 24 uur een summer body krijgen. Ik denk alleen niet dat het gaat lukken. Dit gaat echt nooit lukken. Die summerbody in 24 uur ga je nooit halen, man. Stijn, jij gaat echt nooit een summerbody krijgen in 24 uur tijd. De tijd start nu. En het eerste wat ik ging doen is even kijken hoe goed mijn summerbody nu is. Ja, dit kan nog wel wat beter. En wat ik daarna ging doen... Natuurlijk ontbijten. En als ontbijt, om lekker veel eiwitten binnen te krijgen, heb ik een lekker... Eitje. Maar het eitje maken ging niet heel erg soepel. Ja, ik denk oprecht dat mijn eieren zijn verpest. Ik kan nooit verpest zijn. Letterlijk water in het ei. Kokend heet water. Oh. Nadat ik mijn vingers nog had verbrand aan het eitje, heb ik wel genoten van het eitje. En we gaan nu als warming-up lekker hardlopen. En ik doe deze warming-up om mijn spieren op te warmen, mijn lichaam voor te bereiden op zware inspanning en om minder kans te krijgen op een blessure. En ondertussen ga ik even één pull-up gooien. Komt-ie. Dit was al zwaar genoeg. Als deze pull-up pas zo zwaar was, dan gaat die summerbody echt niet lukken in 24 uur. En dit is nog maar het begin van de dag. Dit gaat echt zwaar worden. Eventjes rusten, want dat is ook belangrijk. Natuurlijk gaan we niet rusten. We gaan door. Fuck. Nou weer voor shot bedacht ook weer. En door het rondje nog even af te lopen is de warm-up nu eindelijk klaar. En? Ik ben nu al kapot. En voor het volgende onderdeel heb ik een personal trainer die echt super sterk is. Super afgetraind. En dat is... Ryan! Ja, dit is Ryan. En Ryan is supergoed in goede schoolcijfers halen en personal trainer zijn. Wat Ryan zijn hobby's zijn? Slapen en chillen. Oftewel, Ryan is de beste personal trainer die er bestaat. En we gaan 1 uur een workout doen die Ryan voor mij gemaakt heeft. We beginnen met 3 minuten lang crunches. 3 minuten lang crunches. De timer start... Nu. Het is zwaar hoor. Zoals jullie net zagen, ging de eerste crunch al niet erg soepel, dus ik ben erg benieuwd hoe ik dit ooit ga volhouden. Een mooie time left worden, man. Ja, man. 3, 2, 1. Ja. Ik ben nu al kapot. We gaan nu door naar oefening 2. En voor oefening 2 moet ik 2 minuten lang toe-touches doen. De timer start nu. Ja, ik kom niet eens verder dan dit, maat. Hoe ga ik dit ooit redden? Mijn benen zijn niet zo flexibel. Benen hoef je ook niet te bewegen, alleen je rug en je armen. Maar dat doet pijn in mijn benen. Ja. Als je zo begint. Nadat ik deze 2 minuten toe-touches doen afgemaakt had, gingen we naar de volgende. We zijn wel aangekomen bij oefening 3 en oefening 3 is sit-ups voor 4 minuten. Nu moet ik beginnen met 4 minuten lang sit-ups. Oh, mijn rug maar. En dat was nummertje 1 en daar heb ik al 5 seconden over gedaan. Mijn rug is vooral niet leuk. God, en mijn buikspieren eigenlijk ook niet. Hoe lang nog? 6. Oh. 5, 2, 1. Ja, ik ben eindelijk klaar. Daar ging mijn rug. We zijn alweer bij oefening 4 aangekomen. En voor oefening 4 moet ik 6 minuten lang knieraces doen. Ja, je hoort het goed. 6 minuten lang. 6 minuten. Je mag af en toe wel even loslaten en even ademen. Want dat is ook altijd goed. Oké, 6 minuten is toch niet mogelijk? Kijk, mijn buikspieren houden dit wel, maar mijn armen houden dit niet. Jongens, dit is letterlijk onmogelijk. Ik glijd heel de tijd weg met mijn handen. Maar we gaan door. 1 minuut, nog steeds bijna 1 minuut. 9, 3, 2, 1. Yes, klaar. En heb ik nu 5 minuten lang pauze. Eindelijk. En na de 5 minuten rust moest ik nog 3 rondes met oefeningen doen voor 15 minuten. En tijdens een van die oefeningen ging Ryan me ook nog met water nat maken. Oh nee. Nee. Oh. Hoe is dat? Ja, dat moest. Je moet altijd genoeg water drinken. En nadat Ryan mij met water nat gemaakt had en ik alle oefeningen afgemaakt had, moest ik nog 1 ding tegen Ryan zeggen. Ryan, dankjewel dat je voor vandaag mijn personal trainer bent geweest. Dankjewel. Graag gedaan. Nou, en dan klap ik hem aan en dan is Ryan weg. En Ryan is opeens weg. We gaan nu door naar de militaire test.
Maar voordat ik ga beginnen met de militaire test, ga ik eerst even lunchen. En als lunch heb ik 2 broodjes met gebakken ei. Maar laten we nu beginnen met de militaire test. En het eerste wat we gaan doen voor de militaire test is... 20 minuten lang lopen met een 15 kilo rugzak. Dit is echt kotzwaar. De tijd start nu. Go! Daar gaan we dan. Rondlopen met een kapot grote tas. Jongen, mensen kijken echt raar op. Wat doe ik nou opeens in een parkje met zo'n grote rugzak? We zijn nu bij een brug aangekomen. Of we nemen deze route, of we nemen natuurlijk deze. Natuurlijk gaan we over die rare, enge brug heen. Het zal echt hard vallen, hè? Ik leef nog. Oh, ik heb ook gewoon deze brug gehaald met een 15 kilo rugtas op mijn rug. En nadat ik deze 20 minuten lopen afgemaakt had, moest ik een rugzak van 15 kilo 25 meter ver tillen en dan omhoog houden. En dat dan 10 keer. Jongens, dit is echt zwaarder dan je denkt. Nou, laten we beginnen in 3, 2, 1. En dit was de eerste. Nog 9 keer te gaan. En dit is de allerlaatste. Ja, dat was het. Was dit het maar? Nu moet ik namelijk voor het volgende onderdeel minimaal 42 push-ups achter elkaar gaan doen. Gaat zwaar worden dit. De laatste is 42, maar ik ga nog door de 50. Ik heb 50 push-ups gedaan. En na deze 50 push-ups gedaan te hebben, moet ik nu voor het volgende onderdeel 70 sit-ups achter elkaar doen. Dit is echt veel moeilijker dan dat je denkt. En de allerlaatste. 70. Deze was echt zwaar. En met dit onderdeel is de militaire test afgelopen. En het volgende wat ik ging doen is avondeten. En als avondeten ging ik het allergezondste eten ooit eten. Pizza. Laten we maar gewoon doorgaan naar het volgende onderdeel. En als volgende onderdeel gaan we... Even voetballen. Ja, ik ga namelijk 1 uur lang voetballen om lekker wat calorieën te verbranden. Zoals jullie zien ben ik niet echt goed in voetbal en schiet ik regelmatig mis. En toen moest ik de bal weer gaan halen. En met rennend de bal heel de tijd halen verbrand ik best wel calorieën. En ik lig hier lekker in een schommel te chillen om me mentaal voor te bereiden op het allerergste van deze dag. Je zou denken dat hardlopen niet zo zwaar is, maar dan heb je het helemaal fout. Want na een hele dag hard te trainen om die summerbody te krijgen is je lichaam helemaal kapot en wordt het hardlopen super zwaar. Maar ja, we gaan nog eventjes door met 4 kilometer hardlopen. En dit hardlopen is vandaag de cooling down. En een cooling down is belangrijk omdat je daarmee blessures voorkomt, je hartslag naar beneden laat gaan en je mentaal beter voelt na een cooling down. Man, ik zit nu op 3 kwart. En dit is trouwens zwaar. Ik ben er bijna klaar. Eindelijk klaar met het rondje meer. En klaar met deze dag. Ja, de dag is eindelijk voorbij. En daarom komt nu het moment waar jullie de hele video op gewacht hebben. Heb ik een summerbody? Dus trok ik snel mijn t-shirt uit en keek ik of ik een goede summerbody had. Ja, je ziet niet echt veel spieren. En er is eigenlijk ook niet veel veranderd vergeleken met vanmorgen. Oftewel, de YouTubers hadden gelijk. Stijn, jij gaat echt nooit een summerbody krijgen in 24 uur tijd. Denk alleen niet dat het gaat lukken. Bro, Stijn, wat hoor ik? Ga je nooit halen, man. Gaat je gewoon niet lukken. Ik heb inderdaad niet de summerbody gekregen in 24 uur tijd, maar ik heb wel lekker getraind om volgend jaar wel een summerbody te krijgen. Ik bedank jullie nu voor het kijken en later mensen.